Goedendag, je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza.nl. We gaan het vandaag hebben over het weer voor het lange Pinksterweekend. En dat weerbericht dat is heel erg warm, dat heeft u ongetwijfeld al gehoord. Op de modelvelden die ik hiervoor heb staan zien we de situatie van vanochtend vroeg. Er ligt een hoge drukgebied boven Tsjechië, dat zorgt daarvoor hele rustige omstandigheden. En een lage drukgebied helemaal langs de westrand, daar vinden we wolken, daar vinden we regen. En daartussenin ontstaat een zuidelijke stroming met warme en ook vooral droge lucht. Dat zien we ook als we de boel in beweging zetten. Eigenlijk rondom de rode pijl komen nauwelijks wolken. Het blijft een aanvoer van droge lucht. De regen blijft ver ten westen van ons. Dat zien we dan ook terug in de temperaturen. Die beginnen bij vanochtend. Lopen vanmiddag uiteraard even op. Tot rond 31 graden in het zuidwesten van Frankrijk. Maar in onze omgeving zien we de temperatuur nog niet in de buurt van de 30 graden komen. Maar als we dan kijken naar de maxima morgen, dan zien we dat de warme lucht wel flink onze kant op komt. Aan het einde van de middag temperaturen rond 29 graden. En ik hou zelfs rekening met 30 tot 32 graden in het zuiden, midden en oosten van het land. En dat gebied met hele warme lucht, dat strekt zich dan helemaal uit van de Pyreneeën via het midden van Frankrijk tot in het westen van Duitsland. Hele warme lucht dus. Nou ja, dat gaat gepaard met prima weersomstandigheden. Vanavond ook al, volop zonneschijn. Alle stapelwolkjes lossen snel op. En rond 9 uur vanavond zijn dit de temperaturen. 16 graden in het noordwesten en 20 graden in een groot deel van het land. In de loop van de nacht daalt het kwik naar zo'n 10 tot 15 graden. Is eigenlijk weinig aan de hand. De wind neemt ook nog eens verder af. Morgen overdag dan niet zo zonnig als vandaag. Verwacht geen strak blauwe lucht. De zon schijnt wel veel, maar er trekken ook hoge wolkenvelden over. Soms zijn het sluierwolken waar de zon goed doorheen komt, maar de zon zal ook af en toe schuil gaan achter de bewolking. Maakt toch niet uit voor de temperatuur, die gaat echt fors omhoog. De 20 graden die halen we al tegen 10 uur en 30 graden wordt het in de loop van de middag. In het midden en in het zuidoosten van het land. Ook op de stranden hoge temperaturen. Misschien dat er in de loop van de middag een zeebries opsteekt in Zeeland en langs de westkust van Zuid-Holland. Dan gaat het kwik daar fors naar beneden, dus ga op tijd naar het strand. Zonkracht morgen 7, dat betekent dat je binnen 15 tot 20 minuten verbrandt als je een lichte huidskleur hebt. Morgen dus overdag droog weer, morgenavond misschien een onweersbui en in de nacht naar zondag kunnen meer buien vallen. Ook zondagochtend kunnen er nog een paar buien vallen, zondagmiddag gaat de luchtdruk stijgen, dan wordt het beter weer. Maar dat is slechts tijdelijk, want zondagavond verwacht ik alweer nieuwe buien. En ook daarbij kan het onweren. Temperaturen gaan zondag dus naar beneden. 23 graden in het noordwesten tot een plakkerige 28 à 29 graden langs de Duitse grens. Maandag is het een groot deel van de dag droog. De onweersbuien komen dan pas in de namiddag en avond. Maar de ochtend en begin van de middag die verlopen dus droog. Temperaturen gaan flink omhoog. Met een straffe oostelijke wind wordt het 27 tot misschien 33 graden. Echt een tropische zomerdag. In de avond dus kans op stevige buien. Ook dinsdag nog stevige buien. En dan wordt de warme lucht geleidelijk weer verdreven. In de tweede helft van de week hebben we 20 tot 25 graden. Dat is het weerbericht voor de Pinksterdagen. Echt zomerweer dus. Helaas wel met kans op onweer. En vooral maandag de weersverwachting goed in de gaten houden. Dan kan het plaatselijk zwaar weer worden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.